Breda nu. Je weet het meteen. Goedemiddag, we zitten hier met Troost en Zo, hebben we een concert. En ik wil even vertellen hoe Troost en Zo ontstaan is. Het is ontstaan door vier vriendinnen die het zingen zo ontzettend misten, dat wij dachten, we gaan gewoon iets nieuws beginnen. En we zijn een smartlappenkoor begonnen, hebben in onze eigen vrienden- en kennissenkring wat mensen bijgezocht. En daarmee zijn we begonnen met 8 mensen in mijn huiskamer op de Spoorstraat. De naam Troost en Zo is ontstaan doordat troost is het bakkie troost, hè? Dat is allemaal lekker Brabants. Maar ook het troost bieden in de vorm van, nou ja, als iemand verdriet heeft, dan bied je elkaar troost. En hoe kun je dat beter doen dan door en met elkaar te zingen? Vandaag vieren wij ons 25-jarig jubileum. Dat doen we hier in de Lutherse kerk. Wij hebben een groot deel van de dag voor onszelf een leuke dag. Maar wij bieden alle fans en iedereen die ons graag wil horen en zien een concert aan in de Lutherse kerk in Breda. Met als thema indrukwekkende gevallen. Voor ons een volledig nieuw thema. En dat gaat over het leven in de breedste zin van het woord.